Een hele goede middag allemaal. Fijn om weer een keer in Grijpskerk te zijn. We hopen samen een hele mooie dienst te hebben. Ik heb een paar mededelingen aan het begin van de kerkenraad. De kopie voor de via kunt u tot uiterlijk morgenavond 6 uur inleveren bij de redactie. Morgenavond hoopt ook de kerkenraad te vergaderen om 7:45. Volgende week zondag zal zo de Heere wil. Kom erbij. Zal zo de Heere wil in de morgendienst de bevestiging van 2 diakenen plaatsvinden. Er zijn 2 collectes. De eerste is voor de kerk en de tweede voor de zending. En er is in de ochtenddienst voorbeden gedaan voor de familie Penninga. Die waren 55 jaar getrouwd. En voor zuster Petra Eilander. Zullen we samen gaan staan en ons richten op God. En die God laat u groeten. Genade voor u en vrede van God onze Vader en van onze Heer Jezus Christus. Amen. We beginnen de dienst door samen te zingen van ons verlangen naar die God. Zullen we samen bidden. Machtige God en Vader in de hemel, we komen bij u. Een kerk vol met heel verschillende mensen. Die via allemaal wegen en uit allerlei levens hier bij elkaar gekomen zijn. Heer, we komen hier bij elkaar omdat we op zoek zijn naar u. De God waar we rust kunnen vinden. De God waar we op kunnen vertrouwen. Heer, en tegelijkertijd komen we hier ook in de wetenschap dat dat ook heel lastig is. En dat het soms echt moeilijk is om je leven echt helemaal in uw handen te leggen. En om u volledig te vertrouwen. Heer, en toch hebben we dat ontzettend hard nodig. Een plek waar we thuis kunnen komen. Een plek waar we door u gezien en gekend worden. Heer, en in dat verlangen zijn we hier vanmiddag bij elkaar. En geef dat dit samen zijn zoveel meer is dan iets wat wij georganiseerd hebben. Dan woorden en muziek. Heer, geef dat dit een samen zijn is. Heer, waar u bij bent. Vul dit gebouw met uw geest, met uw aanwezigheid. Raak ons aan. En geef dat we vanmiddag werkelijk thuis mogen komen. Bij u en bij elkaar. Heer, in dat verlangen komen we bij u en bidden we. In Jezus naam. Amen. We leven allemaal in een wereld die enorm in beweging is. Heel erg in het groot, maar ook in het klein en ook dicht bij onszelf. En een van de kenmerken van een drukke, bewegende wereld die ons onrustig maakt, zijn de social media. Onze telefoons en alle dingen die voortdurend onze aandacht opzuigen.
Hoe blijf je staande in een wereld die zo onrustig is, waar zoveel tegelijkertijd gebeurt? Daarover gaat het vanmiddag. En in dat kader lezen we het verhaal van Zacchaeus. En als we dat gaan lezen, is dat ook het moment dat de kind... Nee, na het lezen? Nu, ja, dat bedoel ik. Ja, dan is nu het moment dat de kinderen eruit kunnen, van groep 5 tot 8. Die gaan ook met het verhaal aan de slag. En dan lezen wij Lucas 19. En daarna gaan we samen zingen. Jezus ging Jericho in en trok door de stad. Er was daar een man die Zacchaeus heette, een rijke hoofdtollenaar. Hij wilde Jezus zien, om te weten te komen wat voor iemand het was. Maar het lukte hem niet vanwege de menigte, want hij was klein van stuk. Daarom liep hij snel vooruit en klom in een vijgenboom om Jezus te kunnen zien wanneer hij voorbij kwam. Toen Jezus daar langs kwam, keek hij naar boven en zei: Zacchaeus, kom vlug naar beneden, want vandaag moet ik in jouw huis verblijven. Zacchaeus kwam meteen naar beneden en ontving Jezus vol vreugde bij zich thuis. Allen die dit zagen, zeiden morrend tegen elkaar: hij is het huis van een zondig mens binnengegaan om onderdak te vinden voor de nacht. Maar Zacchaeus was gaan staan en zei tegen de Heer: kijk Heer, de helft van mijn bezittingen geef ik aan de armen. En als ik iemand iets heb afgeperst, vergoed ik het viervoudig. Jezus zei tegen hem: vandaag is dit huis redding ten deel gevallen, want ook hij is een zoon van Abraham. De menselijke zoon is gekomen om te zoeken en te redden wat verloren was. Thank you.
Ik ben wel benieuwd, wie is er echt van de social media? Telefoon, Insta, Facebook, oh, een paar vingers her en der. Wie heeft er op zijn minst een dubbel gevoel bij? Oh, ook een paar vingers. Soms dezelfde vingers, dat kan ook. Wat is de kracht die achter je telefoon zit? Waarom pak je hem steeds? Waarom blijf je erachter hangen? En waarom maakt het je onrustig? Die telefoon haalt een oeroude angst in jou naar boven, waar een even oeroud antwoord op is. En vanuit dat antwoord kunnen we verbinden. Kijk, de telefoon is alom aanwezig in onze samenleving. En daar zijn mooie dingen over, er wordt van alles over gezegd, maar ook best wel heel veel kritische dingen. Hè, we zitten er altijd maar achter. We worden er onrustig van. We gaan er slechter van slapen. We hebben nooit meer echt contact. En we worden geregeld op onze vingers getikt met allerlei posts op de social media waarin je mensen ziet die allemaal achter hun telefoon zitten. Er zijn challenges. Wie kan er een dag zonder telefoon of een week? En als wij ons als mensen ongemakkelijk voelen ergens mee, of het gevoel hebben van hier is een probleem, dan kiezen we bijna automatisch voor de moralistische oplossing. We gaan regels bedenken, we tikken elkaar op de vingers, leg je telefoon nou eens weg, altijd maar achter je telefoon, hier wil ik geen telefoons, aan tafel niet. Er zijn zelfs scholen met telefoonvrije zones. En uiteindelijk helpt het niet. Want de regels helpen namelijk nooit. Want regels veranderen geen mensen. Tenminste niet hier van binnen. En daarom is het belangrijk als we hierover nadenken dat we één laag dieper gaan. Wat is er nou eigenlijk aan de hand? En het eerste wat er aan de hand is, daar is over nagedacht, daar is zelfs een term voor, FOMO. The fear of missing out. De angst dat jij iets mist. Stel je nou voor dat je de grap van de dag mist. En dat iedereen lacht en in een deuk ligt en met elkaar deelt en jij niet. Stel je voor dat jij die ene toffe afspraak met je vriendinnen misloopt, omdat je even te lang niet op je telefoon gekeken hebt. Stel je nou eens voor dat jij op een feestje bent, maar dat er ergens anders een nog veel leuker feestje is. Wij hebben zoveel keus in onze samenleving, bij alles wat we doen, dat op het moment dat we kiezen, we eigenlijk altijd de pijn voelen dat we misschien wel iets leukers mislopen. Als jij vanavond Netflix gaat kijken, je zit een leuke serie te kijken. Maar stel je nou eens voor dat alle andere mensen een nog veel leukere serie aan het kijken zijn. En daar morgen op het werk allemaal over praten. Dat zou balen zijn. Zodra je de social media opgaat, kom je voortdurend mensen tegen die leukere dingen aan het doen zijn dan jij. Die veel interessantere gedachten hebben dan jij. En natuurlijk ook veel diepere gevoelens. Waardoor jij voortdurend het gevoel krijgt dat jij nou net op die plek bent waar het allemaal niet gebeurt. Is dat nou iets nieuws? Nee hoor. Vroeger zeiden we gewoon, het gras bij de buren is altijd groener. Het enige verschil is, vroeger had je twee buren. Of vier, vijf, als je de overburen meetelde. Maar vandaag, via social media, hebben wij enkele honderden, misschien wel duizenden buren. En al die buren hebben gras dat net een tikje groener is dan dat van jou. En dat is heel vervelend.
Dat is, FOMO is dat voortdurende stemmetje dat zegt, dit kan beter. Het kan leuker, het kan hipper. Ergens anders is het mooier. En daaronder zit een oeroude angst die in alle mensen zit. Namelijk de angst om achtergelaten te worden. De angst om er buiten te vallen. De angst om niet mee te doen. Dat je op een gegeven moment opkijkt en dat je blijkt dat iedereen ergens iets leuks aan het doen is. En dat jij hier staat. Ja, als de mens een kuddedier is, en wij zeggen heel vaak van ons mensen dat we dat zijn, dan is zo'n telefoon, de social media, de manier om bij de kudde te blijven. Want stel dat je die kwijtraakt. FOMO. Tweede, waar het mee te maken heeft, is dat social media, net als je auto, je huis, je kleding, je uiterlijk en eigenlijk alle dingen in ons leven, alles te maken heeft met onze eigen waarde. Alles wat we op social media doen is gelinkt aan ons zelfbeeld. Hoe we ons presenteren, hoeveel vrienden of volgers we hebben, hoeveel likes we krijgen op post, hoe en op wat voor manier we getagd worden in post van anderen. Alles heeft ermee te maken. Stel je voor, jij doet een post op Instagram of op Facebook en dat wordt een doorslaand succes. Er komen allemaal duimpjes en hartjes en reacties en opmerkingen en allerlei mensen hebben het erover. En iedereen vindt het heel grappig of heel mooi of heel bijzonder. Ah, weet je, dan ga je zweven. En dan voel je je toch een paar dagen net iets gelukkiger. Maar stel je nou voor dat jij op een dag je profielfoto verandert. Ik denk, nou, toch een leuke foto van mezelf. Je verandert je profielfoto. En er komen nul reacties. Geen duimpjes, geen hartjes, geen opmerkingen. Dan weet je dat je fout zit. Dat er iets mis is. Een grote kans dat je hem heel snel weer terug verandert. Dat voel je hier. En ook dan knaagt de eenzaamheid. In beide gevallen heeft dit geen enkele zin om tegen mensen te zeggen, leg nou je telefoon eens weg. Dat triggert alleen maar wat erachter zit. Wat helpt wel? Kijk, Zacchaeus had geen mobiele telefoon. Hoewel ik denk, als Zacchaeus vandaag had geleefd, dan was hij niet in een vijgenboom geklommen, maar dan had hij ergens achteraan de massa op zijn telefoon, of eigenlijk verstopt achter zijn telefoon, de intocht van Jezus via de livestream gevolgd. Erbij, maar tegelijkertijd er niet bij. En het leuke van figuren als Zacchaeus, en daarom stopt Lucas ook in het evangelie, is dat je je er heel erg goed mee kunt verbinden. En Zacchaeus heeft absoluut een probleem met zijn eigen waarde. Hoe weinig we ook van hem weten, dat weten we wel. We weten dat Zacchaeus heel veel geld had verdiend en niet met schone handen. Zacchaeus is wat je noemt, wat wij vandaag zouden noemen, een van de grote graaiers. Die van alles naar zichzelf toetrekt, maar waarvan iedereen weet, dit is niet zuiver. En waarom doen mensen dat? Waarom willen mensen rijk worden over de rug van anderen? Dat is omdat geld ons een heleboel dingen kan geven. Geld kan ons zekerheid geven. Als je maar genoeg geld op de bank hebt, dan heb je geen zorgen. Geld kan ons macht en invloed geven. Geld kan je inkopen in bepaalde buurten of in bepaalde clubs en vriendengroepen. Geld kan je aanzien geven, dat mensen een beetje tegen je op gaan kijken. Geld kan je van alles geven. En Zacchaeus is blijkbaar bezig geweest met het oppoetsen van zijn eigen waarde. Zat er een voortdurende geldingsdrang om toch ergens bovenuit te steken, ondanks zijn kleine lengte? En Zacchaeus lag niet helemaal lekker. Kijk, Zacchaeus had wel vrienden.
Met geld en macht heb je vrienden genoeg. Maar in de bubbel van de vrome mensen is Zacchaeus gehaat. En dat weet hij. En wat zou dat met hem gedaan hebben? En Zacchaeus is iemand die bang is dat hij wat mist. Is dat feestje van Jezus misschien niet toch een leuker feestje dan het feestje van zijn eigen leven? Hij durft er niet te publiek voor uit te komen, maar er is wel iets wat hem drijft. En er is iets waar Jezus op aanhaakt, waarom Jezus hem opzoekt. Kijk, Lucas gebruikt het verhaal van Zacchaeus als een soort voorbode, een modelletje voor wat er straks in Jeruzalem gaat gebeuren. Die intocht in Jericho, dat is de laatste stadje voordat Jezus straks op een ezel Jeruzalem binnenrijdt. En Lucas laat zien, kijk, dit is wat Jezus straks in Jeruzalem ook gaat doen. Jezus komt om te zoeken wat verloren is. En hij komt nieuw leven geven. En Zacchaeus' reactie, dat is hoe wij worden geacht te reageren. En heel belangrijk is dat Jezus de beweging maakt naar Zacchaeus toe. Zacchaeus komt niet naar Jezus toe. Jezus gaat naar hem toe. En dat is heel bazaal om Jezus te leren snappen. Het hele idee van Jezus is dat wij niet zijn opgeklommen naar God. Maar dat God is afgedaald naar ons. Naar ons toe kwam. En als Jezus dan naar Zacchaeus toe gaat, dan zegt Jezus niet, Zacchaeus jongen, als jij je bekeert, dan schenk ik jou vergeving. En Jezus zegt ook niet tegen Zacchaeus, laat alles achter en volg mij. Hij zegt zelfs niet tegen Zacchaeus, ga heen en zondig niet meer. Het mooie van Jezus is dat hij zo door mensen heen kijkt, dat hij precies weet wat die persoon nodig heeft. En wat Zacchaeus nodig heeft is iets anders. Jezus gaat voor Zacchaeus staan en zegt, Zacchaeus jongen, vanavond kom ik bij jou eten. Het feestje van mij is bij jou thuis. En daarmee zegt Jezus op een heel diep niveau tegen Zacchaeus, wees niet bang. Ook jij hoort erbij. Ook jij mag meedoen. Voordat je je profielfoto hebt aangepast, voordat je een briljante post hebt geplaatst, voordat je ook nog maar iets aan je leven veranderd hebt, kom ik bij jou thuis. Voordat jij ook nog maar één stap naar God gezet heeft, zet God de stap naar jou. En ik kijk met mijn ogen naar jou, Zacchaeus. Boordevol liefde. En hoe anders zijn de ogen van Jezus dan de ogen van al die andere vrome mensen in Jericho. Wees niet bang, zegt Jezus. Jij gaat het feestje niet missen. Want het feestje komt bij jou thuis. Kijk, en dan gebeurt er iets met Zacchaeus. In die volgorde. Dat raakt Zacchaeus zo diep, dat hij eigenlijk in één moment verandert. Die liefde van Jezus, die ogen, worden een kracht waardoor hij zo royaal kan delen en goedmaken alles wat hij bij elkaar gegraaid heeft. Het is de liefde van Jezus die Zacchaeus verandert in een nieuw mens. Daar begint nieuw leven te bruisen. En Jezus trekt de conclusie. Ook hij is een zoon van Abraham. Ook Zacchaeus hoort erbij. Kijk. Wat veranderde Zacchaeus? Het besef dat zijn eigenwaarde niet langer afhing van zijn geld, maar van hoe Jezus naar hem keek. Op het moment dat hij de liefde van Jezus zag
in de ogen, in de manier waarop Jezus naar hem toe kwam. Op dat moment verliest het goud zijn glans. Heeft iets waardevollers gevonden dan dat. En de onrust verdwijnt. Omdat hij niet meer op zoek hoeft. Niet meer in beweging hoeft te zijn. Of er ergens anders misschien niet toch een leuker feestje is. Hij mag erbij horen. Dat weet hij heel diep van binnen. En daar vindt hij rust. Kijk, en dat verhaal van Zacchaeus, dat staat in de Bijbel. Omdat het niet alleen voor Zacchaeus geldt. Maar net zo goed voor jou. Dat vanmiddag Jezus naar jou toe komt. Of je nou verstopt zit achter je telefoon, in een vijgenboom of achter een kerkboek of waar dan ook. Jezus richt zijn ogen op jou, vol liefde. En hoe meer jij naar jezelf liet kijken, door de ogen van Jezus. Hoe meer jij naar jezelf liet kijken, met de liefde van God. Hoe minder je eigen waarde zal wankelen. Hoe minder onrustig jij je zult voelen. En hoe makkelijker je ook je telefoon weg zult kunnen leggen. Op die momenten dat het gewoon even beter is. Dus, als jij iets wilt met telefoons, zeg nooit tegen iemand, leg nou je telefoon even weg. Maar zeg, hé, ik kom bij jou eten. Wees niet bang. Ook jij hoort erbij. Ook jij mag meedoen. Hoe meer mensen dat voelen, hoe makkelijker telefoons verdwijnen. Kijk, en dan zullen we samen ook de positieve kracht gaan voelen van social media. Dan zullen we gaan voelen dat het een enorme mogelijkheid is. Om contacten te leggen en te onderhouden. Om te verbinden met allerlei mensen. En dat er heel veel moois en positiefs achter vandaan komt. Laten wij als kerk vooral zo'n kracht zijn. Zowel in real life als digitaal. Er zijn zoveel Zacchaeussen om ons heen. Zoveel mensen die het ongelooflijk hard nodig hebben. Dat je tegen ze zegt, wees niet bang. Ook jij hoort erbij. Ook jij mag meedoen. Kijk, en als we dat kunnen laten voelen aan de mensen om ons heen, dan gaat er een enorme kracht vanuit. En hoe kan je zelf zo vrij worden? Hoe kan jij dat laten voelen aan de mensen om je heen? Kijk, dat verhaal van Zacchaeus is ook een spiegel. En Jezus die pikt in die hele stad Jericho Zacchaeus eruit. En je moet je voorstellen, Jezus loopt daar binnen. De massa's juichen hem toe. En Jezus had heel makkelijk in het huis van de burgemeester kunnen gaan slapen. En dan was het een geweldige avond geweest in Jericho. Maar Jezus moet het weer verstieren. Jezus moet weer moeilijk doen. Jezus moet weer van alles bovenhalen. Maar wat Jezus zegt is, ik ben gekomen om te zoeken wat verloren is. En pikt Zacchaeus eruit. En de bedoeling is dat al die vrome mensen, dat die gaan nadenken. En dat die zichzelf gaan afvragen. Oh, bedoelt hij misschien mij? Ben ik misschien ook verloren? En het antwoord is, ja. Niet omdat je te veel achter je telefoon zit of te weinig echt contact hebt. Maar omdat je je eigen waarde op de verkeerde dingen baseert. Omdat eigenlijk ons hele leven, deze hele wereld is gaan voelen als het verkeerde feestje. Dat we ergens weten dat onze diepste angst gewoon waar is. En dat we de kudde kwijt zijn. En als we echt willen veranderen, dan begint dat ermee dat we op de knieën vallen en dan zeggen we, Heer, ik ben verloren. Kom mij te hulp. Een paar dagen later,
als Jezus op die ezel Jeruzalem is binnengereden, dan hangt hij aan het kruis. Meer verloren is nog nooit een mens geweest. Daar, aan het kruis, als de wereld hem uitstoot en de hemel zich toesluit, daar draagt hij jouw verlorenheid. Maar daar zien we ook het grootste wonder. Daar zien we een God die lijdt aan FOMO. God is doodsbang dat hij wat mist. Wat? Jou. In dat verhaal van Zacchaeus, in het verhaal van het kruis, ontmoeten we een God die zegt: mijn feestje is niet compleet als jij er niet bij bent. En daar heb ik alles voor over. Hij werd buitengesloten, zodat jij binnen mag komen. Hij mocht er niet bij horen, zodat jij altijd zeker mag weten: ik hoor erbij. Ook ik mag meedoen. En dan spreekt Jezus die magistrale woorden: het is volbracht. Hoe diep heb jij die woorden laten doordringen? In jouw leven, in jouw zelfbeeld. Alles, alles is volbracht. Er is niets meer te bewijzen, niets meer te presteren. Geen enkele verwachting waar jij nog aan hoeft te voldoen. Bij voorbaat al. Alles is volbracht. En vervolgens, in die vrijheid, mag jij social media op. En dan wordt het een kracht die kan verbinden. Een paar dingen. Als je hier concreet mee aan de slag wil. In de eerste plaats, gebruik rituelen die de eenzaamheid doorbreken. Wij hebben heel veel dingen als mensen waarmee we echt contact kunnen maken. Je kunt een arm om iemand heen slaan. Je kunt iemand even heel recht in de ogen kijken. Als je een zaal binnenkomt of een kerk en er is iemand die naar je toe komt en die een hand geeft en zegt: joh, wat fijn dat jij er bent. Dat helpt. Als ik hier de hal van de kerk binnenkom en er spreekt verder niemand mee aan, dan ga ik achter mijn telefoon staan. Dat voelt een stuk prettiger dan dat ik daar zomaar alleen sta. Maar als er iemand naar mij toe komt die zegt: goh, wat fijn dat jij er bent, wat kom je doen? Dan raak ik mijn telefoon niet aan. Nou, gebruik rituelen die mensen uit hun eenzaamheid halen, die mensen het gevoel geven: ik hoor erbij, mag meedoen. Als jij social media opgaat, stel jezelf eens de vraag, de tweede: wat zoek ik? Zoek ik bevestiging of zoek ik verbinding? Bevestiging maakt onrustig. Verbinding geeft kracht. Wat zoek jij? Zoek jij bevestiging voor een wankelende eigenwaarde? Of sta jij overeind en zoek je verbinding met anderen? Laatste. Waar in jouw omgeving zie jij een Zacchaeus? En dat is het mooie, hè? Jezus maakt de beweging naar Zacchaeus toe. Jezus ging niet in de kerk zitten wachten tot Zacchaeus bij hem kwam. Moeten wij ook niet doen. Niet wachten tot hij naar ons feestje komt. Maar het feestje naar hem toe brengen. En jij mag net als Jezus om je heen kijken. Waar zie jij een Zacchaeus? Iemand waar je naartoe kunt stappen. Iemand tegen wie je kunt zeggen: wees niet bang. Ook jij hoort erbij. Ook jij mag meedoen. Zullen we samen bidden? Machtige Heer, Vader in de hemel, we komen bij u. Heer, en we willen bidden. Laat uw ogen vol liefde naar ons kijken. Heer, en geef dat we die blik kunnen pakken. En leer ons meer en meer om zo naar onszelf te kijken. Heer, geef dat heel diep bij ons binnenkomt.
Heer, en doe dan met ons hetzelfde als wat er met Zacchaeus gebeurt. Heer, geef dat dat een kracht mag worden, die meer en meer ons leven vernieuwt en verandert. Heer, en geef dat we zo ook met uw ogen kunnen kijken naar de mensen om ons heen. Heer, en laat onze ogen opengaan. Ook voor die Zacchaeussen die er in onze omgeving zijn. Heer, om uw liefde daar te verspreiden. Heer, dat bidden we in Jezus' naam. Amen. We gaan samen zingen. Psalm 63, vers 1 en 2. Jezus kijkt ons vol liefde aan zoals hij Zacchaeus aankeek. En Zacchaeus reageerde er ook op en deed zijn huis open en liet Jezus binnen. En zo mogen wij ook reageren op hoe God naar ons kijkt. En dat doen we onder andere door samen ons geloof te belijden. Doen we staande en doen we zingend.
Zullen we samen bidden en ons leven voor God neerleggen. Machtige God, Vader in de hemel, we komen bij u. Heer, we willen u bidden voor alle mensen die naar u op zoek zijn. Mensen die misschien u nog niet gevonden hebben, geen plek hebben gevonden ergens in een kerk, maar wel verlangen, wel lezen, wel nadenken, wel in gesprek zijn, op zoek naar u. Heer, wij willen bidden, Heer, wilt u die mensen opzoeken? Wilt u ze tegemoetkomen? En wilt u hen vinden, zoals u Zacchaeus vond? Heer, we bidden voor alle mensen in onze samenleving die buiten de boot vallen. Die zo diep het gevoel hebben dat ze niet mee mogen doen. Of in elk geval niet volop. Heer, mensen die chronisch ziek zijn. Mensen die geen werk hebben, die afstand hebben tot de arbeidsmarkt. Mensen die op een of andere manier er buiten staan. Heer, wilt u bij hen zijn? Heer, en geeft u dat onze samenleving ook hen voortdurend het gevoel geeft dat ze erbij horen en mee mogen doen, omdat ieder mens waardevol is. Omdat ieder mens nodig is. Omdat ieder mens een bijdrage kan leveren. Heer, we bidden voor mensen met een gebroken zelfbeeld. Gebroken door hoe anderen naar hen keken. Misschien hun ouders. Misschien de kinderen uit hun jeugd om hen heen. Misschien hoe de samenleving nu naar hun kijkt. Misschien door hoe ze naar zichzelf hebben leren kijken. Heer, breekt u daar doorheen. Door ons te leren, door hen te leren, Heer, met uw ogen naar zichzelf te kijken. Vol van uw liefde. Heer, om te zien de mens zoals u hem bedoeld heeft. Heer, want alleen dat is wie we werkelijk mogen zijn. Heer, we komen bij u vanuit een wereld die op allerlei manieren uit verbinding is, gebroken. Heer, en we willen bidden. Geeft u dat uw kerk, ook deze gemeente, een beweging van verbinding mag zijn. Heer, onderling, maar ook in het dorp, in de dorpen hieromheen. En geeft u dat we mensen met u en met elkaar in verbinding mogen brengen. Contact mogen leggen en contact mogen houden. Heer, dat is wat onze samenleving zo hard nodig heeft. En heren, we lopen zelf ook aan als mensen die onderdeel zijn van deze samenleving. Heer, dat het gewoon lastig is en moeilijk en dat we het zelf ook druk hebben. Heer, maar wilt u ons ogen geven, onze ogen laten opengaan voor die plekken waar mensen ons nodig hebben, waar mensen verlangen. Heer, dan gaat u de komende week met ons mee, bij alles wat we gaan doen. Laat uw hand zegenend op ons rusten. Geef dat ons werk vrucht mag dragen, ook de moeilijke dingen die we moeten doen. Heer, en geef dat we elke dag opnieuw mogen voelen, mogen weten dat u naast ons staat, dat u met ons oploopt. Heer, dat u ontzettend veel van ons houdt. Heer, dat bidden we in Jezus' naam. Amen. Het is tijd voor de collecte. En na de collecte dan sluiten we de dienst af met lied 939.
voor ons allemaal de zegen van een drie-enige God. De goedheid van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God de Vader. En de kracht van de Heilige Geest die mensen vernieuwt en aan elkaar verbindt, is er voor jou alle dagen van je leven.